Nou, terwijl voor jullie de school weer begon, ben ik naar dit land gegaan. Dit is Afghanistan. Al 2 jaar lang zitten hier 1500 Nederlandse militairen. En de meeste van hen die wonen hier, op Kamp Holland. Er wordt wel gezegd dat hun werk bijna nooit zo gevaarlijk is geweest als bij deze opdracht. Het Weekjournaal zoekt voor jou uit wat de Nederlandse militairen eigenlijk doen in dit land. Afghanistan is bijna 20 keer zo groot als Nederland. En er wonen ongeveer 30 miljoen mensen. De meeste Afghanen geloven in de islam en zijn dus moslim. Afghanistan ligt hier, in Azië. Dat is een eindje vliegen en dus vertrekken de cameraman, de regisseur en ik al vroeg vanaf het vliegveld Eindhoven. Op weg naar Afghanistan. Ja, je hoort veel over dat land. Het is vaak in het nieuws. En dat is niet voor niks, want het is al jaren oorlog. 75 Nederlandse militairen zijn vandaag vertrokken naar Afghanistan. Ze gaan kampen inrichten en voorraden aanleggen voor de 1200 Nederlandse militairen die vanaf augustus gaan helpen bij de wederopbouw van Afghanistan. Zo'n 30 jaar geleden gaat het behoorlijk mis in Afghanistan. Dan probeert het oude Rusland, de Sovjet-Unie, de baas te spelen in het land. Groepen mensen zijn het niet met de ideeën van de Russen eens en komen in opstand. Om de opstand te stoppen valt de Sovjet-Unie Afghanistan binnen. Bij het geweld overlijden miljoenen mensen en veel Afghanen vluchten naar buurlanden. Toch blijven groepen mensen zich verzetten tegen de Sovjet-Unie. En 10 jaar later verlaat het leger eindelijk Afghanistan. Ze gaan naar huis. Maar dan is de grote vraag wie er nu de baas wordt in het land. En je raadt het al, daar ontstaat tussen verschillende groepen uit allerlei delen van het land ruzie over. Weer is het oorlog. En geloof het of niet, maar die oorlog duurt nu al 20 jaar. Als we boven het oorlogsgebied komen, moet iedereen zijn scherfvest aan. Om tijdens de landing onzichtbaar te zijn voor de vijand, gaat opeens het licht uit. We zijn geland. Het is midden in de nacht. Het is hier een uurtje of 3. We zijn bijna 20 uur onderweg geweest. Ongeveer 40 landen werken in Afghanistan samen om dit land weer op te bouwen. Hier in Kandahar regelen ze alles voor alle militairen die in de rest van het land zitten. En dit is het kamp van de Nederlanders. Het is eigenlijk een kleine stad. Er zijn winkels, huisjes, er wordt gesport. En je kunt er zelfs een vegetarische pizza bestellen als je wil. En ook de Nederlandse luchtmacht zit hier. Ze hebben helikopters en jachtvliegtuigen. Ralf, wat doe jij als F-16-piloot hier in Afghanistan? Ik ben hier om jongens en meiden op de grond te helpen.
wel eens problemen op de grond of ook niet. Maar ze hebben extra veiligheid nodig en wij zorgen voor die extra veiligheid. Want jouw collega-militairen op andere plekken in Afghanistan, die gaan dan naar buiten in hun auto bijvoorbeeld, om dingen te bekijken. En dan komen ze wel eens in de problemen. Wat gebeurt er dan? Nou ja, dan heb je weinig bescherming. En als je dan beschoten zou worden met kogels, hè, met mitrailleurs, ja, dan zijn wij daar als extra hulp. Hè. Wij kunnen net iets meer slagkracht leveren als er nodig is. Maar meestal is het alleen al dreigen met ons vliegtuig, met onze herrie, is al voldoende om mensen dus te stoppen met vuren en weer weg te laten lopen. En wat je dan doet is eigenlijk gewoon zo'n heel laag overvliegen, met heel veel herrie? Er hangen wel bommen aan het vliegtuig, maar dat geeft genoeg dreiging al. Als ze dat allemaal zien en horen, dan stoppen ze al wel snel met schieten. En stel dat ze dat niet doen, wat dan? Dan heeft die meneer op de grond die in contact staat met ons, heeft de kans om wapens te vragen. En dan zouden we een bom kunnen gooien op die mensen die nog steeds op onze jongens en meiden aan het schieten zijn. Jij bent eigenlijk een beetje de ogen en oren van je collega's op de grond. Ja, wij hangen erboven. Wij zorgen ervoor dat zij net iets meer zien dan dat ze zelf op de grond zouden kunnen zien. De volgende dag vervolg ik mijn reis per helikopter. Ik heb nog nooit in een helikopter gezeten, dus super spannend. Op weg nu naar de provincie Uruzgan, in een ander deel van Afghanistan. Dat is een gebied waar het de laatste tijd erg onrustig is. Vandaar dat we ook bewapend zijn. En dat komt allemaal omdat daar strijders zitten van de Taliban. Net als andere groepen mensen wil de Taliban ook de baas worden in Afghanistan. Het woord Taliban komt van Talib. En dat betekent student. De mannen bestuderen de Koran. Zij willen dat iedereen zich aan de wetten en regels houdt uit dit heilige boek voor moslims. Maar de regels van de Taliban zijn veel strenger en anders dan de meeste moslims gewend zijn. Alle Afghanen weten wel hoe het eraan toe gaat als de Taliban de baas is. Door de ruzie en de onrust in Afghanistan lukt het de Taliban meer dan 10 jaar geleden de macht te krijgen. Ze hebben het dan een tijd voor het zeggen in het land. De meisjes mogen niet meer naar school. Alle vrouwen moeten een jurk dragen die hun hele lijf bedekt. Mannen moeten een baard laten staan. En niemand mag meer televisie kijken of zelfs naar de radio luisteren. Doe je iets wat niet mag, dan krijg je een zware straf. De regels van de Taliban zijn erg streng. Maar de rest van de wereld zegt er bijna nooit iets over. En zo kan de Taliban rustig de baas zijn in Afghanistan. Tot in 2001 Amerika wordt aangevallen. Twee gekaapte vliegtuigen vliegen daar twee hoge kantoorgebouwen binnen. En daarbij vallen een paar duizend doden. Amerika denkt dat de terroristische organisatie Al-Qaeda de aanslagen gepleegd heeft. En gaat op zoek naar de leider van die groep, Osama Bin Laden. Een man is een moqatil. Zowel een hamal al-silah of أعان على قتالنا بدفعه للضرائب وبجمع المعلومات فهو مقاتل. أمريكا komt erachter dat Bin Laden zich verstopt in Afghanistan. Ze vragen hulp aan de Taliban. Maar die is niet van plan Amerika te helpen. Dan verklaart de Amerikaanse president de oorlog aan de Taliban. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Amerika bombardeert Afghanistan. Zo verslaan ze de Taliban. Vanaf dan wordt Amerika, samen met tientallen andere landen, de baas in Afghanistan. Samen vinden ze dat het land een eigen leider nodig heeft. Er komt een vergadering van mensen uit het hele land. Die vergadering benoemt de Afghaan Hamid Karzai tot president van het land. Samen met hem en met hulp van de Afghaanse militairen en politie proberen de landen nu van Afghanistan een fijn en normaal land te maken. En de Nederlandse militairen in Afghanistan helpen daarbij. Het is een uurtje op 7 's ochtends. Deze jongens in die tank die gaan zo meteen op patrouille.
Jeetje, jullie gaan op patrouille vandaag. Dat is correct, ja. Wat is dat precies? Het belangrijkste doel daarvan is eigenlijk dat we veiligheid brengen voor de lokale bevolking. Er spelen heel veel dingen in het gebied. De Taliban-strijders. De Taliban-strijders, ja. Uiteraard.